Wat, wat, wat hebben zij nu wel wat jij niet had? In hoeverre is dat, is dat veranderd? Nou ja, als je, bij ons is het toen veranderd na 2017. Toen is het voor ons als team, de oudere generatie zeg maar, is het toen echt veranderd. Maar daarvoor was het natuurlijk ook vrij weinig op televisie. Uh, als je dat nu bekijkt, zijn we ook ste steeds meer atleten. Uh, ik heb ook nog beelden gekeken van een week. Dat we, ja, hoe we daar zeg maar, op het veld liepen, met alle respect uiteraard. Maar we maken echt stappen. We zijn fitter. Uh, en je ziet ook dat de landen om ons heen zich echt ontwikkelen. Ja, en dat is wel iets moois. Jullie ja. spelen nu beter voetbal dan toen jullie Europees kampioen werden? Ja, dat vind ik wel. Uh, ik vind ook dat, uh, als ik nu kijk naar de jongere meiden... de techniek uh, ja. van het ballen inspelen... dat vind ik wel beter dan uh, de jaren ervoor. Uh, met alle respect, het is uiteraard. is dus. Ja, en als je kijkt nu naar jonge meisjes die zeg maar, zichzelf kunnen ontwikkelen... Ja, dat vind ik, dat, dat had ik vroeger niet. Uh, ik speelde tussen de jongens, maar ik had niet dat ik bijvoorbeeld naar Ajax toe kon. en in de jeugd op uh, leiding daar kon trainen met onder de 10 of onder de 12. om nog steeds beter te worden. Vind je dat ook, ja. Andries? Is die verbetering Ja, ja dat, dat is een dag en nacht verschil. Ik okay. uh, ben twintig jaar geleden ook bondscoach geweest. Dat is ja. heel lang geleden, Ja, ja maar, maar toen moesten die meiden geld meenemen. moesten vrijnemen van hun werk. En dan zei de werkgever: Ja, dat betalen we niet. Ja, dat moet je zelf betalen. Om in Nederland zelf dat te spelen, of een studie moest opgerekt worden om maar mee te kunnen doen. Ja, is totaal andere omstandigheden. De omstandigheden om te werken zijn geweldig verbeterd.